over Flevoland gesproken, met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Krijgen we andere burgemeesters nu de procedure rond de benoeming gaat veranderen? De benoeming door de koning wordt geschrapt uit de grondwet, waarmee in principe de weg vrij is voor de gekozen burgemeester. Chris Leeuwen was burgemeester van Lelystad van 1996 tot 2006, woont nog steeds in Lelystad. Meneer Leeuwen, het is een initiatief geweest van D66 om die benoemingsprocedure te veranderen, uit de grondwet te halen, met als argument dat het allemaal wat ouderwets was, wat ondemocratisch, zelfs achterkamertjespolitiek wordt dan aangevoerd. Juicht u het eigenlijk toe dat de procedure wordt gemoderniseerd? Ik juich dat toe, dat die wordt gemoderniseerd, omdat daardoor de burgemeester, als het heet, uit de grondwet gehaald wordt. En de benoeming door de kroon, de koning, maar daaraan voorafgaand die minister, voorbij is. En nu een zaak is van de gemeente en de gemeentewet. Daar zijn nog heel veel hobbels te nemen, maar in die zin vind ik het een goede ontwikkeling. Ja. Om het toch ook een beetje wat heel deftig heet te deconstitutionaliseren. Ja, er was nog wel felle tegenstand tot op het laatste moment, ook onder burgemeesters. Er was een club zelfs van 31 burgemeesters die van zich deed spreken met een brief. Die werd ondertekend door burgemeesters van Rotterdam, Groningen, Zwolle, ook Ina Adema, de huidige burgemeester van Lelystad. En zij zeiden, wij hechten aan onze onafhankelijke positie boven de partijen. Wat vindt u daarvan? Nou kijk, je moet, wat ook in de Eerste Kamer erg aan de orde is geweest, de burgemeester is nu uit de grondwet. Maar er is een motie aangenomen, ingediend door mijn oud-collega Rombouts, Zetogenbos, senator voor het CDA. Je moet voor een aantal dingen zorgen. De burgemeester moet onpartijdig blijven. Hij moet onafhankelijk zijn. Hij moet integer zijn. Hij moet ook de openbare orde veiligheidsportefeuille houden. Met andere woorden, er wordt toch wel ingebed dat in het moderne systeem er een persoon, een man of vrouw komt, die boven de partijen toch burgemeester kan zijn. Maar zou dat kunnen als je overstapt op een gekozen burgemeester, dat hij dan wel onpartijdig blijft en boven de partijen staat? Nou, interessant is, als je het woord gekozen gaat noemen, wat je dan bedoelt. Hè? Is het de bevolking? Ja. Dat wou ooit D66. Dat is in 2005. En eigenlijk wil D66 dat. D66 nog altijd. Nog, maar de coalitie nu, de andere partijen in de coalitie, willen dat niet. Nee. Partijen in de oppositie, ook mijn eigen partij, de Partij van de Arbeid, wil dat ook niet. Maar dus je kunt zeggen, hij wordt gekozen door de bevolking, hij wordt gekozen door de gemeenteraad. De fractie die het grootste is, levert automatisch de burgemeester. Ja, of het ook altijd nog kan, zoals de burgemeester die ook vaak van buiten afkomen. Je zoekt een kandidaat van buiten die bij de gemeenteraad solliciteert. En dan denk ik dat je heel nauwkeurig moet kijken welke van de vier varianten je gaat kiezen. Ja. Maar dat ook een gemeenteraad zich heel bewust is, dat blijkt wel uit het verleden in een vertrouwenscommissie, dat ze uiterst zorgvuldig omgaan met dat begrip, hij moet boven de partijen staan, hij of zij. Als ik hij zeg, bedoel ik ook hij of zij. Ja. Ja. Want op dit moment is het zo dat er, in feite wordt hij natuurlijk gekozen door de gemeenteraad, toch? Zeker. Er is een vertrouwenscommissie die met kandidaten praat, en degene die wordt voorgedragen door de vertrouwenscommissie als nummer 1, die wordt het. Klopt, toch? Klopt. En de nummer 2 blijft geheim, dus het is ook in die zin wel een gesloten procedure. En op zich lijkt daar niks op tegen. Alleen als je even. Behalve dat het niet transparant is natuurlijk. Nee, behalve als je zegt van, de commissie doet zijn werk in vertrouwelijkheid. Ja. De gemeenteraad spreekt ook in vertrouwelijkheid uitgaat over de kandidaat. Dan wordt hij openbaar. Ik kan me toch ook wel voorstellen dat je zegt van nou, in zo'n situatie is er minder transparantie als in een echte openbare verkiezing. Maar nogmaals wat ik net even zei, ook al ga je hem openbaar kiezen, hoe dan ook, blijft het punt aan de orde, het moet een man of vrouw van kwaliteit blijven. Ja, nee, tuurlijk. Maar de vraag is, hoe kom je daar, hè? Ja, nou kijk, je zou nu kunnen zeggen, de burgemeester solliciteert nu bij de commissaris van de koning. Ja. De commissaris maakt een selectie. De selectie gaat door naar de gemeenteraad enzovoort. Er is volgens mij niks op tegen wat ook landelijk gebeurt. Dat je zegt van nou, we gaan voortaan de kandidaten laten solliciteren bij de gemeenteraad. De gemeenteraad, een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, maakt een verantwoorde selectie, voert dat proces uit enzovoort. Dat lijkt mij op zich, omdat de ervaring is dat vertrouwenscommissie uitermate goed en consequent hun werk doen, geen reden om daardoor de burgemeester in de grondwet te houden. Dus eigenlijk, als ik u zo beluister, zegt u eigenlijk, laat het maar over aan de gemeenteraad. Kijk, de burgemeester is, in tegenstelling tot de commissaris van de koning, daar is nog een iets ander accent wel te leggen, de burgemeester is een man of vrouw van de gemeente. Ja. Zo lang geleden was het zo, ook in de tijd van vroegere kabinetten, heel lang geleden trouwens, dat de burgemeester was ook nog deels rijksorgaan. Had ook rijksverantwoordelijkheden die namens het kabinet uitgevoerd werden. Dat is voorbij. De burgemeester is een man of vrouw van de gemeente. En dan kan ik mij goed voorstellen dat je zegt van nou, dan probeer je ook dat proces binnen de gemeente goed vorm te geven. Maar je kan het ook inderdaad nog verder doorvoeren, dat je het gewoon echt door de kiezers laat kiezen. Mag ik nog iemand ten tonele voeren? De burgemeester van Heerenveen. Ja. U kent hem nog, Geert van der Svan, want dat was een wethouder hier in Lelystad. Die vindt kritiek tegen de gekozen burgemeester door het volk regentesk, alsof de kiezers niet te vertrouwen zijn, zegt hij. Hij zegt dus de bevolking zou moeten kiezen. Ja. Ik ga niet zo ver op dit moment.
Omdat ik denk, en dat is ook wel een beetje het voordeel van de senaatsdiscussie geweest. Men zegt nu, hij is uit de grondwet. De burgemeester is trouwens nog niet uit de gemeentewet. Maar daar staat nog steeds in dat hij ook door de kroon genoemd moet worden. Ja, dat wordt ook nog wel een punt. Hè? Überhaupt de positie van de gemeenteraad ten opzichte van de positie van de burgemeester. Zeker. Want op dit moment is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Zeker. Laat je de bevolking de burgemeester kiezen. Ja, wie is dan uiteindelijk de baas? Daar blijven we ook even op het argument van, moet je nou door de bevolking de burgemeester laten kiezen of door de gemeenteraad? Ja. Voor zover ik het nu zie, ga ik niet zo ver als dan collega Thierry van der Zwan, hè, mijn goede vriend van der Zwan. Ik ga niet zo ver door te zeggen, nou, het moet nu per definitie door de bevolking. Ik vind het goed dat het CDA, de Kamer heeft het aangenomen, de Eerste Kamer heeft het aangenomen. Laten we nou eens breed bekijken. Hij is uit de grondwet, hij staat nog steeds in de gemeentewet. Er zijn een aantal varianten van benoeming. Laten we daar nou eens goed op gaan studeren en dan tot de oordeel komen. Ziet u ook gevaren bij een burgemeester die door de bevolking wordt gekozen? Want je zou ook kunnen zeggen, die is natuurlijk wel afhankelijk ook van de grillen van de bevolking vervolgens. Ik hoor altijd de verhalen, die kennen we allemaal, dat nou dan kan iedereen solliciteren. Ja. En de een of andere populaire figuur wordt dan vanzelf wel de burgemeester, hè, man of vrouw. De ervaring is, dat vind ik ook wel eens aardig om nog een keer te doen, ik zei het net ook al even. De vertrouwenscommissies doen uitermate conscientieus hun werk. Daar is onderzoek naar gedaan. Er is wel enkele keer gelekt, er is wel enkele keer wat fout gegaan. Maar in alle gevallen meestal gaat het heel goed. Dus ik vind ook wel een beetje vertrouwen in het systeem, vertrouwen, het is nu uit de grondwet, goed nadenken over wat gaat gebeuren. Ja, is ook een beetje een idee van vertrouw ook je eigen bevolking. Hè? Ik ben daar niet zo bang voor. Nee, maar eigenlijk toch niet vertrouw je eigen bevolking, want u wil het via de gemeenteraad laten doen. Nee, ik bedoel dit ermee te zeggen. Als we de variant van de bevolking zouden kiezen, dan zou dat een argument zijn. Maar wat ik alleen probeerde te betogen, ik doe daar nu nog in navolging van anderen geen keuze in. Ik vind die vier varianten van de gemeenteraad, de bevolking, de man komt van buitenaf enzovoort, vind ik dingen om te bestuderen. En dat is aan de orde. Ja, niet meer. Precies, er komt ook een studie. Hè? Dat is ook door D66 gezegd. En er is ook door premier Rutte al gezegd, er zijn geen plannen om nog in deze kabinetsperiode een wetsvoorstel in te dienen voor de gekozen burgemeester. Denkt u dat het er uiteindelijk van gaat komen? Of dat er niks gaat veranderen? Nou kijk, de consequentie van nu het standpunt dat ingenomen is door de Tweede Kamer, trouwens al Kamerbreed, destijds door de Eerste Kamer toch ook, met de behoorlijke meerderheid, over de SGP na precies, en de Partij van de Arbeid, is het wel zo dat de stap van uit de grondwet is nu gezet. Alleen in de praktijk verandert er nu nog niks, hè? Er verandert in de praktijk dus niks. En dat is in die zin ook wel een goeie. Dat was ook in 2005 de ellende van Ton de Graaf toen, die dus inderdaad als minister moest aftreden, omdat hij en hij wou de burgemeester uit de grondwet en meteen de gekozen burgemeester door de bevolking. Ja, dat ging te ver. Dat was de Eerste Kamerstap te ver. Ik vind het heel goed om nu te gaan studeren en dus ook te zeggen, nou nu even geen verandering, maar ik denk zelf wel in alle eerlijkheid dat de weg naar de gekozen burgemeester door wie dan ook ligt nou volstrekt open. En het gaat gebeuren, denkt u op termijn? Het gaat zeker gebeuren, denk ik. Ja. Ik kan me niet indenken dat dat nu is gegaan zoals het is gegaan. Er toch ook door gevestigde partijen of de middenpartijen tegenbewegingen ontwikkeld zullen worden om het tegen te houden. Dat lijkt mij niet aan de orde. Nee, wordt daarmee uiteindelijk de positie van de burgemeester ook sterker? Heeft hij meer mandaat straks? Nou ja, kijk, wat ik zelf natuurlijk heb ervaren in mijn toch lange jaren als burgemeester. De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid is een groot goed. Soms is het ook wel zo geweest natuurlijk dat je ook soms, hoe zal ik het zeggen, merkte dat de bevolking een burgemeester wilde die ook breed door de bevolking gedragen werd. En als je dat vervolgens ook nog tot uiting kunt laten brengen door een gekozen burgemeester, en laat ik even buiten beschouwing, de raad als vertegenwoordiger van de bevolking of de bevolking zelf, geeft dat ook een extra mandaat, hè? Een extra steun die je wel moet verdienen, maar je kunt gewoon gezag door ontwikkelen. En waar men een beetje bang voor is, wat je ook net al even zei, van de gemeenteraad blijft het hoofd. Dat is een groot goed, denk ik. De volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer is ook het hoogste orgaan naast de regering. Dat vind ik goed, maar dan krijg je die discussie. De discussie gaat door. Ik dank u voor deze uitleg, Chris Leeuwen. Dit was Over Flevoland Gesproken. Graag tot morgen.